was, hè? Nou, daar ben ik weer met nog een blog. Ik zit daar bij Irma op het kantoor, ben natuurlijk het journaal aanstaan. Volgens mij gaat mijn voorspelling er ongeveer uitkomen dat ongeveer 61% nee gaat stemmen. En 39% voor ja. Nou, ik denk dat het gewoon een heel duidelijk signaal is aan het ondemocratische Europa. En dat ze zich nu maar eens een keertje moeten gaan afvragen van hoe ze verder willen. Ik denk dat het een overwinning is voor het Griekse volk. En je ziet nu al wel dat allerlei noodmaatregelen genomen gaan worden. Exporteurs die kunnen eigenlijk de komende 15 dagen eigenlijk al niks meer exporteren. Een heleboel mensen in de toeristensector worden op dit moment op non-actief al gesteld. De pinautomaten, dat wordt nu wel wat problematischer, want er komt nu niet eens meer kleine biljetten uit, alleen nog 50 euro. Dus hoe zich dat eigenlijk gaat verhouden, weet ik niet. Ik ben een uur geleden ben ik op het strand bij Episcopi geweest. Ik heb een lange discussie gehad met Manolakis. Dat is natuurlijk mijn man hier voor de olijfolie. En ja, dan hoor je toch ook wel dat Europa met leningen die gewoon werden gegeven, waarbij 50% subsidie werd gegeven en gezegd werd van, maar dan mag je geen producten voor in Griekenland kopen zoals machines, maar die moet je dan weer in Duitsland kopen. Nou, dit soort praktijk, ik denk dat ze daar nog ook maar een keer over moeten gaan nadenken of dit nou wel een heilzame weg is. Ik ga zo Retignon in en ik probeer daar nog een verslag te maken van wat er op straat gebeurt. Als je de geluiden mag geloven, heerst de opluchting, maar ook nog steeds van, ja, en wat nu? Nou, ik denk dat niemand het dat eigenlijk weet, maar wat ik al eerder schrijf in mijn blog. Dit lijkt toch wel een kantelpunt, niet alleen voor Griekenland, maar voor de hele Europese het hele Europese project. Dus ik vind het allemaal een fantastische tijd. Ik zit eigenlijk middenin en ik zit natuurlijk met mijn bedrijf en mijn olijfolie en ik zie hier de mensen en wat er allemaal gebeurt. Ik kan alleen maar zeggen van blijf de Grieken steunen, ze verdienen het gewoon. En zeker de gewone mensen. Ik bedoel, kom gewoon op vakantie, spendeer hier je geld. Je hoeft mij niet olijfolie te verkopen, want dan spek je mij, maar kom voor de kleine ondernemers, kom voor de mensen die in de horeca werken, koop Griekse producten, ze horen gewoon bij ons. Ja, ik ga nu afsluiten, ik ga zo met Irma Retignon binnen en dan probeer ik over een uur, als het, ik denk, feestgedruis los gaat barsten, dan probeer ik daar nog wel een verslagje van te maken. Nou, doei allemaal!